van betekenis zijn. Voor jezelf. En die ander. Wij zijn Human. Hier bij HRM Fontys leer je over verschillende organisaties en mensen en hoe je deze mensen ontwikkelt. Zo kan je namelijk bij een organisatie op de HR-afdeling werken. Maar je kan ook bijvoorbeeld decaan worden of loopbaanadviseur, coach. Dit is een veelzijdige studie. HRM is meer dan alleen personeel helpen, zeg maar. Zo leer ik over financiën, economische zaken. Maar ook de psychologische kant. Hoe kan je een werknemer motiveren, maar ook arbeidsrecht. Als HRM'er is het dus wel van belang dat je kan zien of onderzoeken welke talenten een werknemer heeft. Ja, en hierbij begeleiden, ervoor zorgen dat zij tot hun recht komen, ja, ervoor zorgen dat het talent beter wordt. Dat is dus wel echt dat je bezig bent met de mens, want dat is gewoon wat ik zo leuk vind in deze opleiding en ook waarom ik voor deze heb gekozen. Toen ik hier voor het eerst binnenkwam, toen viel mij gelijk op dat het een hele prettige omgeving is. De school is niet ontzettend groot. We krijgen les in vrij kleine klassen. Een kleine sfeer zorgt voor een fijne sfeer eigenlijk. Docenten die kennen je ook echt en dat is echt fijn. En zoeken jou soms zelfs op. En dat er gewoon eigenlijk een soort van persoonlijke hulp ook wel geboden kan worden. Dus één op één, zeg maar, in plaats van dat het echt een hele grote massale bedoeling is, zeg maar, in de klas. Je bent hier echt een persoon. Het is gewoon overzichtelijk. En gezellig, en dat maakt het gewoon een erg fijne omgeving hier. Wij doen hier op school best wel veel projecten, ook met het bedrijfsleven. En samen met je groep ga je dan contact ook hebben met deze organisatie. Wat je leert, dat mag je ook meteen toepassen. Dus het is echt praktijkervaring die je hier opdoet. Het toepassen van theorie, noem maar op. Dat mag geheel op je eigen manier. Er is geen goed of fout, zolang jij maar gewoon jezelf kan zijn en laat zien, je ontwikkelpunten kunt laten zien. Dat gaat er heel erg om jezelf ook te ontwikkelen. Wie ben je zelf en wat vind je zelf leuk? En kijk je ook naar welke stage of minor of dergelijke je wil volgen. En die kun je allemaal zelf inrichten en kiezen naar jouw eigen interesses. Ik vind dat top, dat past geheel bij mij en ik vind dat de echte manier van leren.